Hallo allemaal, fijn dat jullie hier vandaag zijn. Vanochtend zijn alle Oekraïners in de nachtmerrie wakker geworden. Plotseling verzeild geraakt in een oorlog. We leggen nu eerst de raadsleden die aanwezig zijn een roos. Daarna legt de rest een roos en houden wij een minuut stilte. We leggen even de vlag neer. Ja, dat is ook mooi. Ja. Het is heel fijn om te zien dat toch heel veel mensen zich betrokken voelen. Aandacht willen vragen voor de ernst van de situatie in Oekraïne. En nou, dat vind ik ook heel terecht, want het is helemaal niet zo ver weg. Oekraïne is maar 1600 kilometer hier vandaan. Zo dichtbij is er nu een land dat wordt bezet in Europa in 2022. We doen dit inderdaad namens de gehele gemeenteraad dat geeft een gevoel van solidariteit, wat ik al zei, wat heel belangrijk is. Je moet naast elkaar staan, uitspreken dat je tegen oorlog bent, dat we voor vrede zijn en dat we naast de Oekraïne staan. En ik denk dat het heel goed is dat we dat gezamenlijk doen. Dat geeft mij weer het besef dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn.